goed, Tanja, dat was hem dan, hè? Dat was hem dan, ja. Hoe kijk je terug op je 16-jarige interlandcarrière? Ja, ik denk dat de tijd van terugkomen nog, de tijd van terugkijken nog gaat komen. Ik heb er nu nog helemaal niet. Ik heb er gewoon een wedstrijd gespeeld. Ik heb een window gespeeld met 2 kwalificatiewedstrijden en dat was toevallig, het waren de laatste. En je neemt afscheid met de volle zaal mensen en dan, ik denk dat de rest nog komt allemaal. Voelde deze wedstrijd nou anders dan alle andere wedstrijden? Nou, meer op de achtergrond en je beleeft de dag natuurlijk wat bewuster. Maar ik duw dat ook heel erg weg, want je wil gewoon wel een wedstrijd spelen en presteren en een wedstrijd winnen en er zijn voor je team. Dus ja, sommige momenten beleef je echt heel bewust en geniet je meer van. Maar verder was het gewoon wel echt een wedstrijd die ik wilde winnen en waar ik goed wilde spelen. Zien we jou ook nog terug in een andere rol? Ja, zeg nooit nooit. Ik weet het niet. Het is niet dat ik geen coachambities heb. Het is niet dat ik niet ook voor de jeugd en bij de jeugdteams een rol heb. Maar ja, ik weet dat nu echt nog niet. Het is ook een reden om te stoppen voor mij, omdat ik natuurlijk met werk zit. En het is, bij topsport moet je ineens beschikbaar zijn of weg of trips. En dat is gewoon heel lastig. Dus ja, als ik dan ineens die rol ga vervullen, is dat nog net zo lastig. Ja. Maar wie weet, ik kan me niet voorstellen dat ik helemaal niet meer betrokken ben in basketbal. Ook als ik helemaal stop met spelen, wat natuurlijk nog niet het geval is. Ja, je gaf al aan dat het je werk. Wanneer kwam voor jou het moment van, ja, dit is echt wel de tijd om te stoppen? Ja, ik denk wat ik zei, het is telkens een traject van 2 jaar wat je ingaat. En je moet dan eerlijk tegen jezelf zijn als je volgend jaar in november weer een nieuw traject start wat voor het EK in 2021 is. Ja, ga je daar dan nog aan starten? Dan ben je, word je 35. Ja, ik moet ook mijn maatschappelijke carrière meer ruimte geven. Je hebt op een gegeven moment een kinderwens. Ja, je wordt ook ouder. Dus dat zijn gewoon allemaal beslissingen. Dat je dan, ja, als je me nu vraagt, wil je het EK van 2021 spelen? Ja, tuurlijk. En als je dan zegt, ja, maar dan word je 37. Oh ja. Ja, ik moet natuurlijk ook andere dingen in het leven doen. Dus dat is gewoon een balans die op een gegeven moment de andere kant op gaat doorslaan. Het was geen lichamelijke... Nee, het gaat eigenlijk nu fysiek... Met vlagen gewoon best wel goed. Ik heb wel een enigszins aangepast programma binnen zo'n window. Want ik train niet altijd 2 keer per dag. Dus dat moet ik nu ook niet ineens gaan doen. Maar nou ja, het is niet dat dat puur de reden is. En dat ik het niet meer aan kan. En, nee. Maar het gaat wel moeizamer. Ja. Ja. En als je dan terugkijkt. Wat is nou het hoogtepunt? Ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik heb die vraag meer gehad. Ik denk dat die promotie in Zweden naar de Apel, dat dat echt een enorm succes was. Waar de champagne door de lucht vloog. En met ook een groep meiden, wat nu nog steeds mijn beste vriendinnen zijn. Dus dat was echt heel bijzonder, omdat het echt een heel bewust succes was. Maar ook de laatste trajecten die ik na mijn blessure met mijn nek heb gehad. En dat was echt een comeback voor mij, dat ik nog kon basketballen. En ja, dat we hier in deze entourage, in deze zaal, wedstrijden hebben gespeeld. En echt Europees topbasketbal hebben laten zien, dat blijft me ook wel echt bij.